Ja, Joost. Het Europese seizoen voor PSV is klaar. Ze verloren met 2-1 van Barcelona. Maar Messi was wel weer fantastisch, hè? Ja, Messi speelde in de weergeloze partij. Je ziet hem af en toe gewoon minutenlang eigenlijk een beetje rondlopen. Ja, lopen eigenlijk, wandelen in de middencirkel. Niet zo heel veel doen. Maar ja, dan heeft hij de bal en dan doet hij er echt iets fantastisch mee. Het was een genot om hem een keer te zien spelen. Ik kan me voorstellen dat ze bij PSV daar iets anders over denken. Want hij maakte de beslissende assist en de 1-0. Dus ja, bij PSV zullen ze misschien wel iets minder blij zijn met Messi. Maar als neutrale toeschouwer denk ik wel dat je van hem genoten hebt hier in het Philips Stadion. Hoe speelde PSV tegen Barcelona? Enorm veel kansen kreeg PSV in de wedstrijd tegen Barcelona. 9 kansen. Leuke statistiek. De laatste keer dat Barcelona zoveel kansen tegenkreeg was tegen Real Madrid, een paar seizoenen geleden. Ja, dat gebeurt eigenlijk dezelfde, dat ze zoveel kansen tegenkregen. Alleen ja, PSV maakte er maar eentje via Luc de Jong, vlak voor tijd. Ja, dat was toch wel te weinig om iets tastbaars aan deze wedstrijd over te houden. Want ja, het zit Europees, wat je al zei, nu erop voor de Eindhovenaren. Ja, Barcelona is natuurlijk een wereldclub, een topclub. En die nemen ook redelijk wat mediamensen met zich mee, want het was één grote gekte. Ja, hier achter mij zie je nog wel een aantal journalisten staan. Maar het was echt gekkenhuis hier in de ruimte waar spelers komen om interviews te geven. Ja, Barcelona is een topclub, dat merk je aan alles, aan de fans, ook aan de media-aandacht. Ja, als er dan spelers voorbij komen, voel je het een beetje gonzen, want daar is die en daar is die. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja, voor PSV is het de laatste wedstrijd, of ja, de voorlaatste wedstrijd op dit grote podium. Het is nog Inter over 2 weken. Dan is het helaas voor de Eindhovenaren voorbij. Ja, nog even op het laatste over de gekte. Het was wel echt wachten totdat Messi hier in de mix onlangs kwam, hè? Ja, dan zie je heel veel mensen opspringen en kijken van, hey, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Dan zie je even een seconde of 20 een glimp van Lionel Messi. Meer is het niet dan dat. De opwinding is wel leuk om te zien die dan op zo'n speler heen hangt. Ja, dat is een fenomeen. En ja, die jongen maakt het elke dag mee. Je moet je eens voorstellen dat je elke dag zo moet leven. Dat is haast niet voor te stellen. Maar hij was weer heel belangrijk voor Barcelona, dus...